Ik ga jullie laten zien hoe je zo'n schilderij als dit kan maken. Het is ons ook gelukt, dus het lukt jou sowieso ook. Wat je nodig hebt, een spatel. Nog een ander soort spatel met van die uitsneden erin. Muurvuller. Dan, je smeert gewoon allemaal op het schilderij. Zo, tjak, 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 tjak. Helemaal vol. En dan ga je het even gladstrijken met een kartonnetje. En dan zo, woe, maak je een heel mooi vormpje erin. Zo makkelijk. Kijk nou. Echt perfect, prachtig. Nou, dan doe je nog een paar streepjes. En dan is dit het eindresultaat. En je kan op Pinterest allemaal voorbeelden vinden. Dus als je denkt van dit zag er echt niet uit, je kan hier misschien mooie voorbeelden vinden.